Ik word wel goed bekeken, maar ik krijg niet voldoende reacties. Dat is wat iemand me laatst vertelde toen ze vroeg om tips om aan meer klanten te komen uh, via online kanalen. Wat ze merkte is dat ze wel met mond-op-mond -mond reclame en als ze in contact komt met mensen, uh, aan klanten komt, maar op het moment dat het online is, dat het lastiger wordt. Nou, zonder dat ik daadwerkelijk inzicht heb in de cijfers en haar business, kan ik wel van tevoren zeggen dat dat dan vaak ligt aan de tone of voice en aan uh, dat jouw boodschap nog niet duidelijk genoeg overkomt. En uh, de vraag is dan natuurlijk ook. Op welk kanaal ben je nu zichtbaar? Is dat ook het kanaal waar jouw doelgroep zich bevindt? Weet jij wie jouw ideale klant is? En op het moment dat jij weet wie jouw ideale klant is. en je weet in welke taal zij spreken. want dat is vooral heel erg belangrijk. Als jij jouw ideale klant wil bereiken, wil je in hun taal spreken. Dus je wilt de woorden gebruiken die zij gebruiken. En om die woorden te kunnen gebruiken, zul je eerst in contact moeten gaan met jouw ideale klant. Dus. Um, op het moment dat jij online klanten wil gaan werven um, op een organische manier. Um, ook uh, betaald. Want juist ook in advertenties is het super belangrijk. Je hebt, je hebt een klein moment om mensen direct aan te spreken. En dat begint eigenlijk al in de hoek. In dat eerste stukje tekst wat jij schrijft. En je wil dus dat dat bam! Dat mensen stoppen met scrollen en dat ze op jouw ad klikken. En dat is natuurlijk ook zo met een social media post. Um, dus daarin moet je eigenlijk direct de juiste woorden gebruiken en direct op dat pijnpunt drukken van jouw ideale klant. En op het moment dat je dus jouw ideale klant nog niet helemaal duidelijk hebt, ga je merken dat mensen het misschien wel leuk vinden om naar jouw uh, post te kijken, maar dat jij nog niet helemaal je ideale klant kan bereiken op die manier, omdat je niet in hun woorden spreekt. Dus bij deze de tip van vandaag... Ga eens in gesprek met die ideale klant. Misschien zijn het wel al mensen in jouw omgeving. Of weet je, bepaalde groepen waarin die mensen zitten. En um, kijk welke woorden zij gebruiken. Kijk waar ze tegenaan lopen. Um, wat wensen zij in de toekomst? Welk probleem willen zij oplossen? En schrijf het ook voor jezelf op. Want je vergeet het. Je denkt het ene moment. Oh ja, dat woord gebruiken ze. En vervolgens ga jij een post maken en denk je, ja, ik. Uh, ik Sla me maar neer, ik weet het niet meer. Dus maak echt een lijstje en ga eens een uurtje op internet zoeken in de groepen waar je al in zit. Welke woorden gebruikt mijn ideale klant nou? En hoe kan ik dan daar interessante content voor maken? Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze tip en dan zie ik je de volgende keer weer.